En laten we daar eens mee beginnen. Waarom is zeewier zo tof? Het duizend dingen doekje wordt het wel, wel, wordt het wel eens genoemd. Uh, super sustainability crop. Uh, zeewier is inderdaad uh, op heel veel gebieden uh, gewoon een heel goed... Uh, een, een, nou, het is geen, officieel is het geen plant, maar het, laten we het gewoon een, een plant noemen omdat het uh, tijdens, de, uh, tijdens het, het groeien CO2 opneemt en zuurstof produceert, dus zoals een, uh, een plant op het land, zoals een boom. Dat is natuurlijk uh, meegenomen. zeg maar. Het heeft geen uh, voedingsstoffen nodig, althans geen voedingsstoffen die er als boer, hè, wij zijn de Noordzee-farmers, dus de Noordzee-boeren. Mm -hmm. uh, het heeft geen voedingsstoffen nodig die je als boer moet, uh, hè, je hoeft geen kunstmest te, te geven. Uh, je hebt geen pesticiden nodig, uh, je hoeft uiteraard uh, geen water uh, te geven. Uh, dus tijdens het hele uh, productieproces, laat ik het zo noemen, uh, tijdens het groeien en dergelijke, uh, heb je uh, uh, ja, geen, uh, geen middelen nodig om het, om het te laten groeien. Dus het, het is een heel natuurlijk, uh, uh, iets wat, uh, een heel natuurlijk uh, fenomeen. Dan als je kijkt, wat ga je ermee doen? Uh, dan zijn de toepassingsmogelijkheden de legio. Uh, dat is, uh, de meeste mensen denken meteen aan, en dat is ook prima, dacht ik ook aan de eerste keer dat ik met C4 in aanraking kwam. Uh, denken we meteen aan de salade, aan de sushi, uh, de chips die je hebt uh, gegeten. Uh, we hebben een hamburger, hè, de, de Dutch Wheat Burger. Uh, heel succesvol initiatief. Uh, waar dan uh, wat wat niet puur zeewier is, maar waar zeewier aan is, aan is toegevoegd. Dus dat zijn de food -toepassingen, voedseltoepassingen. Nou, helpt daarmee... Hè, dus in die toepassingen helpt het uh, aan uh, de transitie, de eiwittransitie. Want je wilt toch langzamerhand van dierlijke eiwitten af... richting plantaardige eiwitten. Uh, nou, het, is, het is eiwitrijk, begrijp ik? Ja, het is eiwitrijk. Ja. Uh, uh, daarvan weet je dat uh, op het land... Uh, de ruimte beperkt is. Dus op een gegeven moment ga je ook, het is niet in plaats van of iets dergelijks, maar daarvan ga je dus ook uh, kijken naar uh, wat je op zee uh, kunt uh, verbouwen. Uh, nou, het is ook lekker, het is gezond, zitten mineraaltjes in, vitamintjes, het is gewoon een, uh, een, uh, een, heel, uh, ja, een heel prettig product, laat ik het, laat ik het zo uh, noemen, wat past in een, uh, in een uh, moderne levensstijl van minder gebaseerd op dierlijke uh, eiwitten.